toen ik in Eindhoven Jekyll and Hyde ging doen, was dat een en al herkenning. Om te zien hoe studenten uit de meest uiteenlopende richtingen toch met elkaar hun tanden zetten in zo'n voorstelling. Als je meteen op moment 1 alles geeft, dan haal je het einde van de voorstelling niet. En deze voorstelling heeft me dat echt bijgebracht.